De geitenhoeder en de prinses. Koning Pompone II van Sardonië was een goede koning voor zijn land. Hij woonde gelukkig en tevreden in zijn kasteel. Daarbij kwam nog dat zijn dochter de mooiste prinses van de hele wereld was. En de prinses was niet alleen mooi, maar ze was ook heel verstandig. Daarom voelde ze er niets voor om weg te gaan uit het kasteel en te trouwen met een van de domme, aanstellerige jonge ridders die steeds om haar hand kwamen vragen. Samen met haar vader deed ze alle moeite om die ridders op een behoorlijke manier weg te sturen. En dat was altijd vrij aardig gelukt. Maar de laatste tijd waren die huwelijksaanzoeken zo talrijk geworden dat de koning en de prinses de hele dag bijna niets anders deden dan jonge mannen vriendelijk te ontvangen en ze even vriendelijk weer naar huis te sturen. Daarom besloten de koning en de prinses er iets op te verzinnen. Ik heb een idee, zei de koning tegen de prinses toen ze op een avond in de tuin van het kasteel wandelden. Wat zou je ervan vinden als we de jonge mannen die hierheen komen omdat ze met je willen trouwen eerst een paar opdrachten geven voordat we hen op het kasteel toelaten? Maar dat moeten dan wel zulke moeilijke opdrachten zijn dat zo mogelijk uit te voeren zijn. Ja, vadertje lief, dat is een uitstekend idee, zei de prinses. U bent werkelijk fantastisch. U weet overal raad op. Laten we iets heel, heel moeilijks bedenken. Aan het einde van de avond hadden ze zoveel gekke en onmogelijke dingen bedacht dat de prinses het uitschaterde van pret. Ook de koning lachte zo hartelijk dat hij zijn kroon moest vasthouden omdat die anders van zijn hoofd zou rollen. Dochter, zei hij eindelijk, het is de hoogste tijd om te gaan slapen. Morgen zal ik in het hele land bekend laten maken aan welke voorwaarden de jonge ridders moeten voldoen om je ten huwelijk te mogen vragen. Maar ik geloof dat degene die erin slaagt de opdracht tot een goed einde te brengen nog geboren moet worden. En toen schaterde hij het weer uit. De koning liet inderdaad geen gras groeien over zijn besluit. Al de volgende morgen verliet de herauten te paard het kasteel om de bevolking op de hoogte te brengen van het besluit van de koning. Luid riepen ze rond: Koning Pompone II bij de gratie gods, vorst van Sardonië, markies van Umbrië, hertog van Lombardië, graaf van Belmondo, verklaart dat elke jonge man die de prinses ten huwelijk wil vragen, eerst enkele opdrachten zal moeten uitvoeren. Enkele jonge ridders besloten hun geluk te gaan beproeven. Ze trokken hun wapenrustingen aan en tuigden hun paarden prachtig op. Ze vergaten ook niet een schildknaap en hun vaandels mee te nemen, want ze wilden een goede indruk maken op de koning en de prinses. Nu had ook Aurelio, een jonge geitenhoeder, de herauten het nieuws horen rondroepen. Hij zei tegen zijn vrienden dat hij ook best een kansje wilde wagen. Haha, lachten zijn vrienden. Een geitenhoeder die met een prinses wil trouwen. Je wordt niet eens binnengelaten. Pas maar op dat ze je niet in de gevangenis gooien. Maar Aurelio trok zich niets aan van het geplaag van zijn vrienden. Hij ging naar huis, deed wat eten in een grote blauwe zakdoek en knoopte die vast aan een stok. Daarna nam hij afscheid van zijn vader en moeder. Toen hij de deur achter zich had dichtgetrokken, bleef hij even staan. Hij zuchtte diep en begon te lopen. Nog één keer keek hij achterom naar het smalle, bochtige straatje waar hij woonde. Toen liep hij het dorp uit. De geitenhoeder liep en liep tot hij eindelijk bij het kasteel aankwam. Daar werd hij tegengehouden door twee poortwachters. Ze versperden hem de doorgang met twee lange lansen. Maar Aurelio liet zich niet zo gauw wegsturen. En na veel heen en weer gepraat mocht hij er toch door. Een lakei bracht hem naar een grote zaal. Daar stonden wel 20 jonge ridders elkaar zenuwachtig aan te kijken. Midden in de zaal zat de koning op zijn troon. Zijn dochter, de prinses, stond naast hem. Wat zou die armoedzaaier in hemelsnaam hier komen doen? Zei de prinses tegen de koning. Zou hij soms denken dat ik van plan ben om met een boerenpummel te trouwen? Wind je toch niet zo op, zuste de koning. En toen zei hij tegen de jonge mannen: De prinses en ik stellen iets heel bijzonders voor. Luister dus goed.
Hier bij de eerste proef, mijn heren, laat iedereen zich maar dapper weren. Nu eens geen toernooien te paard of een duel met de degen of het zwaard. Ik wens een proef van behendigheid. Bent u, heren, daartoe bereid? O ja, we zijn bereid, riepen de jonge ridders in koor. Het gezelschap begaf zich toen naar buiten. De koning liep voorop. Zodra ze op een kleine weide stonden, riep de koning luid: de proefronde. Mijn dochter, de prinses, zal een appel in de lucht gooien. Die moet u proberen op te vangen. Degene die de appel meer dan 10 keer opvangen, mogen meedoen aan de opdrachten. De koning gaf een teken en toen gooide de prinses een appel in de lucht. Maar ze gooide hem zo dat niemand hem kon opvangen. Niemand behalve Aurelio, want die kon hollen als de beste. Bovendien werd hij niet gehinderd door een wapenrusting en zware laarzen. Iedere keer wanneer de prinses de appel opgooide, ving hij die zo handig op dat het wel leek alsof hij nooit iets anders deed dan appels opvangen. De ridders raakten hoe langer hoe vermoeider. Uiteindelijk bleven ze allemaal versuft in het gras liggen. Toen Aurelio de appel voor de 11e keer had opgevangen, verklaarde koning Pompone plechtig dat de jonge man die Aurelio heette de enige was die de proefronde tot een goed einde had gebracht. Toen de jonge ridders beschaamd waren vertrokken, zei de koning tegen Aurelio: ik zal je zeggen wat je opdracht is. Morgenochtend breng je mijn 100 hazen naar de weide. Je moet ze de hele dag bewaken en ze 's avonds weer terugbrengen. Maar 's avonds mag er niet 1 van de 100 ontbreken. Geschrokken keek Aurelio de koning aan. Dat zou hem immers nooit lukken. Somber gestemd liep hij het kasteel uit de heuvels in. Toen hij honger kreeg, ging hij zitten en at een stukje van zijn brood. Peinzend staarde hij voor zich uit. Daarom merkte hij niet dat er een oud vrouwtje naast hem was komen zitten. Heb medelijden met een arme oude vrouw, zei ze, en geef me ook een stukje brood. Beste vrouw, antwoordde Aurelio, ik ben misschien nog armer dan jij, maar een stukje brood kan ik altijd wel missen. Dank je hartelijk, je bent een goede jongen. Maar waarom kijk je zo verdrietig? Ach, zei Aurelio, niemand kan mij helpen. Zeg dat niet te gauw, zei het vrouwtje. Vertel me eerst maar eens wat je moeilijkheden zijn. Toen vertelde Aurelio welke moeilijke opdracht de koning hem had gegeven. Het vrouwtje luisterde aandachtig. Daarna haalde ze een fluitje tevoorschijn. Wees er zuinig op, zei ze, terwijl ze het fluitje in de hand van Aurelio stopte. Het zal je van pas komen. En voordat Aurelio het goed en wel besefte, was het vrouwtje verdwenen. Aurelio ging onder een grote boom in het mos liggen. Weldra was hij diep in slaap. Pas de volgende dag werd hij wakker toen de eerste zonnestralen in zijn gezicht kriebelden. Hij waste zich in een heldere beek en haaste zich naar het paleis. Koning, waar zijn de hazen? Vroeg Aurelio toen hij voor de koning stond. Ik zal ze naar de wijk brengen. Ga je gang, zei de koning, maar denk erom dat je ze allemaal weer terugbrengt. Mis je er 1, dan heb je verloren. De koning gaf de opdracht om de deuren van de stal open te doen. In een ogenblik waren alle hazen naar buiten gerend. Ze renden door elkaar heen in alle richtingen. Zuchtend liep Aurelio naar de kleine wei die achter het kasteel lag. Er was geen haas meer te zien. Plotseling dacht hij aan het fluitje dat hij van het oude vrouwtje had gekregen. Hij haalde het tevoorschijn en begon erop te blazen. En ineens kwamen alle hazen naar hem toe rennen. Om hem heen begonnen ze van het gras te eten. Wat was Aurelio verbaasd. Een raadsheer die toevallig voorbij kwam, meldde onmiddellijk aan de koning dat alle hazen er nog steeds waren. En de koning vertelde het weer aan de prinses. Die schrok verschrikkelijk. Samen met haar vader bedacht ze een plan. Ze verkleedde zich als een boerenmeisje en liep naar de wei. Kijk eens aan, een hazenhoeder, zei de prinses toen ze Aurelio zag zitten. Kijk eens aan, een leuk boerinnetje, zei Aurelio.
Hij had de prinses al lang herkend, maar hij deed net alsof hij niets in de gaten had. Kan ik een haasje van je kopen? Vroeg de prinses. Nee, dat kan niet, zei Aurelio. Maar je kunt er wel een verdienen. Hoe dan? Oh, heel eenvoudig, door mij een zoen te geven. Hoe durf je? Zei de prinses verontwaardigd. En ze liep door. Maar even later was ze weer terug. Want ze wilde niet dat de geitenhoeder zijn opdracht zou uitvoeren. Ze gaf Aurelio een zoen en hij gaf haar een haas. De prinses had het diertje maar nauwelijks in haar mandje gestopt of Aurelio begon op zijn fluit te spelen. Meteen sprong de haas uit het mandje en holde terug naar de andere hazen. Boos liep de prinses naar het kasteel terug. Toen ze aan haar vader vertelde dat het haar niet gelukt was om de opdracht te laten mislukken, zei de koning, dan zullen we het nu beter doen. En toen verkleedde de koning zich als boer. Hij ging op een ezel zitten en reed naar de wei. Wie hebben we daar, een hazenhoeder? Goedemiddag, begroette hij Aurelio uitbundig. Wie hebben we hier, een boer die niet eens goed op een ezel kan zitten? Spotte Aurelio, die meteen had gezien dat het koning Pompone was. De koning was intussen van de ezel gestapt en vroeg aan Aurelio, ik zou best een haas van je willen kopen. Deze hazen zijn niet te koop, maar u kunt ze wel verdienen. En hoe dan wel? Vroeg de koning. Door de snuit van uw ezel te zoenen. De snuit van mijn ezel zoenen? Je bent niet wijs. De koning probeerde Aurelio toen over te halen om hem voor veel geld een haas te verkopen. Maar Aurelio ging er niet op in. Met tegenzin boog de koning zich toen voorover en zoende de harige neus van de ezel. Brr. Hij griezelde er gewoon van. Maar het was de moeite waard geweest, want de geitenhoeder pakte een haas op en stopte die in de handen van de koning. De koning klom op de ezel. De haas hield hij stevig in zijn handen geklemd. Maar op een ezel rijden zonder zijn handen te gebruiken was moeilijker dan de koning had gedacht. De koning zat nog maar net op de ezel of Aurelio pakte zijn fluit en begon te blazen. De haas was toen niet meer te houden. Het diertje worstelde uit alle macht om los te komen. De koning wiebelde op zijn ezel en dreigde er af te vallen. Met één sprong zat de haas toen op de kop van de ezel. Daar schrok de ezel zo van dat hij een plotselinge beweging maakte. De koning verloor zijn evenwicht en kwam met een plof op de grond terecht. Lieve hemel, dacht hij, zoiets is me nog nooit overkomen. Verbaasd krabbelde hij overeind. Hij wreef over zijn pijnlijke plekken en besloot om verder te gaan lopen. Toen de koning weer in het kasteel terug was en zijn boerenkleren had uitgetrokken, zei hij tegen de prinses, dat is nog eens een slimme jonge man. Het is zelfs mij niet gelukt de opdracht te laten mislukken. Maar hij vertelde niet aan de prinses dat hij van de ezel was gevallen. Tegen de avond blies Aurelio nog eens op zijn fluit. De hazen gingen allemaal om hem heen zitten. En toen Aurelio naar de stal begon te lopen, kwamen alle hazen achter hem aan. Even later deed Aurelio de deur van de stal dicht. Niet één haas ontbrak. De eerste opdracht heb je goed uitgevoerd, geitenhoeder, zei de koning. De tweede opdracht zal je echter meer moeite kosten. In mijn graanschuur heb ik 100 zakken linzen en 100 zakken erwten op één grote hoop laten gooien. Als het je lukt om in het donker van de erwten en de linzen aparte hopen te maken, dan kun je rustig zeggen dat je de tweede opdracht met succes hebt uitgevoerd. Ik neem de opdracht aan, zei Aurelio op een toon alsof het een alledaags werkje betrof. Toen het donker werd, brachten twee schildwachten hem naar de graanschuur. De deur werd vergrendeld. Toen het donker was geworden, nam Aurelio zijn fluit en begon erop te spelen. Uit alle hoeken en gaten kwamen duizenden mieren aankruipen. Ze kropen naar de grote hoop en begonnen er alle erwten uit te halen. Daar maakten ze een aparte hoop van. De mieren werkten de hele nacht door. En toen de zon opkwam, zag Aurelio dat er twee even grote hopen lagen. Eén met erwten en één met linzen.
De schildwachten die kwamen kijken konden hun ogen niet geloven. Ze renden naar de koning en riepen: koning, koning Pompone, het is hem gelukt. Niet mogelijk, zei de koning, dat moet ik eerst zelf zien. En hij haastte zich naar de graanschuur. Wat schrok de koning toen hij daar die twee hopen zag. Hoe heb je dat klaargespeeld? Vroeg hij aan Aurelio. Sire, dat is mijn geheim, gaf die als antwoord. Al goed, zei de koning. Dan gaan we nu over tot de volgende opdracht, als je er tenminste geen bezwaar tegen hebt. Helemaal niet, sire. Ik verheug me er zelfs op. Luister dan goed. Ik laat vanavond een grote kamer volstoppen met brood. We hebben hier aan het hof een prima bakker. Over de kwaliteit zul je dus niet hoeven te klagen. Morgenochtend kom ik kijken. Er mag dan geen kruimeltje brood meer liggen. Alles moet op zijn, begrepen? Hoe je het klaarspeelt is jouw zaak. Ik waarschuw je er alleen voor dat de deur op slot gaat en dat de schildwachten niet tegen grapjes kunnen. Als je erin slaagt om deze opdracht uit te voeren, mag je met mijn dochter trouwen. En als het niet lukt, ja, dan blijft er niets anders voor je over dan weer geiten te gaan hoeden. Die dag werd Aurelio door de bediende met bijzondere zorg omringd. Wat wenst meneer voor het middageten? Kwam de chef-kok hem persoonlijk vragen. Ach, zei Aurelio, maakt u maar wat lekkers voor me klaar. Het middageten was werkelijk voortreffelijk. Aurelio voelde zich alsof hij de koning zelf was. Hij kreeg eerst soep, toen vis en daarna vlees met de fijnste groenten. Als nagerecht was er pudding en taart, kaas en fruit. Aurelio had van zijn leven nog niet zo lekker gegeten. Na het middageten, waar Aurelio zeker 3 uur over had gedaan, voelde hij zich slaperig worden. Wenst meneer een middagdutje te doen? Vroeg een lakei aan hem. En toen Aurelio knikte, werd hij naar een prachtige gastenkamer gebracht. Daar liet hij zich op het zachte bed vallen en weldra lag hij heerlijk te slapen. Hij droomde dat hij de laatste opdracht had uitgevoerd en dat hij met de prinses trouwde. De koning hield zo'n ontroerende toespraak dat de gasten ervan moesten huilen. Er werd een groot feest gegeven. Alle ridders die met de voorproef hadden meegedaan, waren aanwezig. Ze behandelden hem met grote eerbied. En iedere keer wanneer ze een slok uit hun glas namen, riepen ze als uit één mond: lang leven Aurelio en zijn mooie bruid. Toen Aurelio wakker werd, drong het heel langzaam tot hem door dat alles alleen maar een mooie droom was geweest. Aurelio stond op en keek uit het raam. Hij zag bedienden af en aanlopen met manden vol brood. Nog nooit had hij zoveel brood bij elkaar gezien. Tegen de avond werd Aurelio naar een kamer gebracht waar zoveel brood lag dat hij er zelf nauwelijks nog bij kon. Hij kreeg het er gewoon benauwd van. En toen hij hoorde dat de deur met zware grendels werd afgesloten, voelde hij zich toch niet zo plezierig. Het werd doodstil om hem heen. Af en toe hoorde hij de zware stappen van de schildwachten weer klinken. Aurelio ging op een stapel stokbroden zitten, haalde zijn fluit tevoorschijn en begon te spelen. Plotseling hoorde hij geritsel. Hij keek in de richting waar het geluid vandaan kwam. Piep, piep, hoorde hij toen. Daar zat een muisje, een heel klein muisje. Piep, 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 hoorde hij weer. Er kwam nog een muisje aantrippelen en toen nog een en nog een. Even later zaten er wel 1000 muizen aan de stapels broden te knagen. En tegen de morgen was al het brood op. Aurelio bonste op de deur en riep: schildwachten, breng me wat eten, ik rammel van de honger. De schildwachten deden de deur open. Ze wisten niet wat ze zagen. Er was geen kruimeltje brood over. Van schrik lieten ze hun lansen uit hun hand vallen. Zo snel als ze konden renden ze naar de koning.
Koning, we moeten u laten weten dat al het brood is opgegeten. Het lijkt maar al te waar, die jongen is een tovenaar. Het is niet te geloven, heus. Hij heeft toch honger als een reus. Zo net bestelde hij zijn ontbijt. Of zijn wij ons verstand soms kwijt? Toen koning Pompone zich ervan had overtuigd dat al het brood echt op was, bedacht hij een plannetje. Hij riep Aurelio bij zich en zei: elke kunstenaar is bereid om een toegift te geven. Van jou verwacht ik dat ook. Dus, wanneer je deze zak met leugens kunt vullen, dan zal niets je huwelijk met de prinses meer in de weg staan. Aurelio vertelde de ene leugen na de andere en stopte ze allemaal in de zak. Maar toen hij naar de zak keek, zag hij dat hij nog niet helemaal vol was. En toen zei Aurelio: er was eens een prinses die een herdersjongen alleen maar een zoen gaf om hem een haasje afhandig te maken. Toen ze... De ministers en de hofdames moesten zo hard lachen dat Aurelio niet verder kon gaan. De prinses kreeg een kleur en liep boos weg. De koning schrok wel, maar hij liet niets merken en zei: ga maar verder, zei hij. Je ziet het, de zak is nog steeds niet vol. En Aurelio ging verder. Er was ook eens een koning die zo dom was om van een ezel te... Stop, stop, riep de koning verschrikt. De zak is nu wel vol genoeg. Hij wilde niet dat iemand te weten zou komen dat hij zo dom was geweest om van een ezel te vallen. De prinses en Aurelio trouwden. En wanneer men aan de koning vroeg waarom hij zijn dochter toch had laten trouwen met een doodgewone geitenhoeder, dan zei hij altijd: wie als geitenhoeder zoveel kon doen als hij, zal als koning later nog veel meer kunnen. Het gouden visje. Lang geleden leefde er eens een oude visser. Hij woonde met zijn vrouw in een hutje bij de zee. Daar had hij zijn hele leven al gewoond en het beviel hem er nog steeds best. Iedere dag ging hij van huis om vis te vangen die zijn vrouw dan 's avonds bakte. Als hij veel vis gevangen had, verkocht hij een gedeelte op de markt. Van het geld dat hij daarmee verdiende, kon zijn vrouw weer brood kopen. En zo hadden ze bijna altijd genoeg te eten. Maar het gebeurde ook wel eens dat de oude visser helemaal niets ving. Dan moest hij met lege handen naar zijn hutje terugkeren. Als hem dat een paar dagen achter elkaar overkwam, was er helemaal geen eten in het hutje. Dan begon zijn vrouw te klagen en moesten ze met een lege maag naar bed. Dat waren zorgelijke dagen voor de oude visser. Op een dag was het weer zover. De visser had niets gevangen. Zijn vrouw stond de volgende ochtend mopperend op, omdat er geen kruimeltje brood in huis was. En ze had niet één stuiver meer om eten te kopen. Als je vandaag weer niets vangt, zei ze tegen de visser, dan weet ik niet wat ik moet beginnen. De oude visser knikte verdrietig. Ik zal mijn best doen, zei hij zachtjes, alsof hij niet iedere dag zijn best deed. Er waren nu eenmaal goede dagen en slechte dagen, daar viel niets aan te veranderen. Misschien had hij vandaag meer geluk dan gisteren. Het was mooi weer en hij hoorde de zee vriendelijk ruisen. Er stond een lichte bries en de lucht was blauw. Vandaag moest het lukken. Iets opgewekter ging de oude visser de deur uit. Tot vanavond, zei hij tegen zijn vrouw. Denk erom dat je niet met lege handen thuis komt, zei de vissersvrouw knorrig. Als je niets gevangen hebt, kom je er vanavond niet in. Ik zal mijn best doen, zei de oude visser weer en zuchtte diep. Hij liep naar de zee en gooide zijn net uit. Vol hoop haalde hij na een poosje zijn net op. Ach, ach, hij voelde het al. Het net was veel te licht. Dat betekende dat er niet één visje in zat. En dat was ook zo. De visser probeerde het nog eens. Die keer voelde het net zwaarder aan. Ik heb wat gevangen, dacht de visser blij. Maar tot zijn verbazing zat er maar één visje in zijn net. Alleen.
Het was geen gewoon visje. Het was een gouden visje dat kon praten. Goede visser, zei het gouden visje. Gooi me alsjeblieft terug in zee. Als je mijn leven spaart, zal ik ervoor zorgen dat al je wensen vervuld worden. Ja hoor, ik zal je de vrijheid geven, visje, zei de visser. Wat moet ik trouwens met een gouden vis? Jou kan ik toch niet eten. En wat mijn wensen betreft, die heb ik niet. Ik ben heel tevreden met wat ik heb. En hij gooide de vis terug in zee. Dank je wel, goede man, riep het visje blij en verdween weer in de golven. Aan het eind van de dag haalde de oude visser zijn net op. Bedroefd hing hij te drogen. Hij had helemaal niets gevangen. Thuisgekomen vertelde hij zijn vrouw wat er die dag gebeurd was. Wat? Riep de vissersvrouw uit. Heb je een gouden vis gevangen? En heb je die zomaar laten gaan? Waarom heb je geen wens gedaan, zoals de visje zei? Och, zei de oude man, ik dacht, we wonen hier toch prettig en we hebben toch alles wat we nodig hebben? Alles wat we nodig hebben, riep de vrouw boos uit. Je komt iedere avond met lege handen thuis en dan durf je te zeggen dat we niets nodig hebben. Waarom heb je bijvoorbeeld niet aan een wastobbe gedacht? Je weet dat mijn wastobbe bijna uit elkaar valt, zo oud is hij. Weet je wat je doet? Je gaat terug naar de zee en je vraagt het visje om een nieuwe wastobbe. Met tegenzin deed de visser wat zijn vrouw vroeg. Toen hij op het strand stond, riep hij: Gouden visje uit de zee, hoor je me daar diep beneden? Vervul mijn vrouw haar grote wens, dan is ze een tevreden mens. Luister verder naar dit verhaal op de andere kant van de cassette. Meteen stak het gouden visje zijn kop boven water. Vriendelijk vroeg hij aan de visser: En wat wenst je vrouw dan wel? Een nieuwe wasstoppen, zei de visser. Ga naar huis, ze heeft hem al, antwoordde het gouden visje. De oude visser haastte zich naar huis en waarrempel, daar stond een splinternieuwe wasstoppen. Is het niet geweldig, zei de oude visser tegen zijn vrouw. Nu heb je gekregen wat je zo graag wilde hebben. Ach, een nieuwe tobbe is natuurlijk wel fijn, antwoordde de vrouw. Maar nu ik erover nadenk, vind ik toch dat je beter iets groters had kunnen vragen. Ten slotte heb je het leven van die vis gespaard. En wat is een wastobbe in vergelijking met een leven? Maar wat wil je dan? Vroeg de oude visser ongelukkig. Ik wil een mooi huis in plaats van deze oude hut. De oude visser vond het wel een onbescheiden wens, maar hij ging toch terug naar het strand en riep: Gouden visje uit de zee, hoor je me daar diep beneden? Vervul mijn vrouw haar grote wens, dan is ze een tevreden mens. Ga maar terug, zei het visje, het huis staat er al. De oude man liep terug en het was zoals het visje had gezegd. Op de plaats waar het oude hutje had gestaan, stond nu een lief wit huisje met groene luiken ervoor en met echte rode dakpannen. De visser kon zijn ogen bijna niet geloven. Wat zou zijn vrouw blij zijn? Hij liep naar binnen en zei: Vrouw, wat zul je nu gelukkig zijn. Je liefste wens is vervuld. We zullen het hier heerlijk hebben. Ja, ik ben heel blij, zei de vissersvrouw. Maar het duurde niet lang of de vrouw begon alweer te klagen. Dit huis is heus wel aardig hoor, zei ze, maar eigenlijk is het niet groot genoeg voor ons. Ik zou best een groter huis willen hebben met echte bedienden. En dan wil ik ook prachtige kleren dragen. Ik heb geen zin meer om een arme vissersvrouw te zijn. Ga naar het visje en zeg dat ik een deftige dame wil worden. Maar dat durf ik niet, zei de visser. Dan wordt het visje vast en zeker boos. Dat geloof ik niet, zei de vrouw. Het visje is heus nog niet vergeten dat je zijn leven hebt gered. Goed, zei de visser, ik zal nog één keer gaan, maar het is de laatste keer. En hij liep weer naar de zee en vertelde het visje wat zijn vrouw verlangde. Gelukkig werd het visje niet boos, zoals de man gedacht had. Ga maar gauw naar huis, zei het visje. De wensen van je vrouw zijn al vervuld. De oude visser holde naar huis. Op de plaats waar hun kleine huisje had gestaan, stond nu een prachtig huis, bijna zo mooi als een paleis.
Een brede marmeren trap leidde naar een prachtige tuin. En bovenaan de trap stond zijn vrouw heel deftig te doen. Ze werd omringd door bedienden. Maar vrouw, wat zie je er prachtig uit, zei de visser. Hij kreeg niet eens antwoord. Zijn vrouw liep hem voorbij alsof ze hem helemaal niet kende. Als u mevrouw wilt spreken, zei een van de deftige bedienden, dan kunt u een afspraak maken. Tja, zei de visser en streek eens over zijn kale hoofd. Eigenlijk wist hij niet goed wat hij moest zeggen. Ik zou wel willen weten of ik binnen mag komen, zei hij toen aarzelend. Ik zal het aan mevrouw vragen. De oude visser ging op de onderste tree van de marmeren trap zitten en wachtte. Eindelijk kwam de deftige bediende terug. Mevrouw laat zeggen, zei hij, dat er voor u een bed in de schuur staat. U kunt eten bij het personeel in de keuken. Verdrietig slofte de oude visser naar de schuur. Die was nog mooier en nog groter dan het hutje waar hij vroeger in gewoond had. Het was er alleen lang niet zo gezellig, vond hij. In de grote keuken kreeg hij een dikke biefstuk, aardappelen en een saus met een moeilijke naam. Maar de oude visser had helemaal geen trek in biefstuk. Hij wilde een boterham met gebakken vis. Hij zuchtte diep en schoof het zilveren bord van zich af. De volgende ochtend liet zijn vrouw hem bij zich roepen. Ze zat op een troon, net als een koningin. De oude visser herkende haar eerst niet, want ze had een pruik op haar hoofd die eruit zag als een suikertaart. Beleefd nam de visser zijn hoed af. Luister eens, zei zijn vrouw, ik wil dat je naar het strand gaat. O jee, dacht de visser, daar heb je het al, ze is nog steeds niet tevreden. Je moet tegen het visje zeggen dat ik koningin wil worden en dat ik in een groot kasteel wil wonen. Het spijt me, zei de oude visser, maar dat doe ik niet. Het visje heeft al meer dan genoeg voor ons gedaan. Als je niet doet wat ik zeg, zei de vrouw boos, dan laat ik je het huis uitzetten en dan kom je er nooit meer in. Toen zat er voor de oude visser niets anders op dan weer naar de zee te gaan. Hij liep naar het strand en riep met een bibberende stem. Gouden visje uit de zee, hoor je me daar diep beneden? Vervul mijn vrouw haar grote wens, dan is ze een tevreden mens. Het visje stak zijn gouden kopje boven water en zei, wat wil je vrouw nu weer? Ze wil koningin worden en in een groot kasteel wonen, antwoordde de visser. Denk je dat ze dan wel tevreden zal zijn? Vroeg het visje. Ik weet het niet, antwoordde de oude visser bedroefd. Ik hoop het maar. Boos sloeg het visje met zijn staart door het water. Ik zal haar nog één keer haar zin geven. Ga maar naar huis. Je vrouw is al koningin en ze woont in een kasteel. Zuchtend liep de oude visser terug. In de verte zag hij de torens van het kasteel al. Bij de poort bleef hij aarzelend staan. Zou de schildwacht hem er wel doorlaten? Hij gluurde tussen een paar struiken door en zag zijn vrouw, die nu koningin was, op het mooie grote groene grasveld wandelen. Hij ging naar haar toe en maakte een buiging. Ik ben heel tevreden, zei de vrouw. Het is erg prettig om koningin te zijn, weet je? Opgelucht liep de oude visser naar de schuur waar zijn bed stond. Nu hoefde hij het visje tenminste niet meer lastig te vallen. Zijn vrouw had alles gekregen wat ze hebben wilde. Een poosje ging alles goed. Maar op een dag liet zijn vrouw hem weer bij zich roepen. Vanaf haar hoge troon zei ze, koningin zijn is wel prettig hoor. Iedereen doet wat ik zeg en ik kan doen wat ik wil. Alleen kan ik het niet uitstaan dat de zon, de maan en de sterren me niet gehoorzamen. Net zo min als de wind of de zee. Ik wil regeren over hemel en aarde. De oude visser schudde zijn hoofd. Maar voor hij één woord had kunnen zeggen, zei zijn vrouw, je gaat naar het strand en je zegt tegen het visje wat ik wens. Als je het niet doet, laat ik je opsluiten. Ik ben koningin en iedereen moet doen wat ik zeg. Dus schiet op. De officier van de wacht keek zo dreigend dat de visser het op een lopen zette. Hijgend kwam hij aan op het strand. De lucht was bijna zwart geworden. Grote donkere wolken hingen boven de woelige zee.
Golven met witte koppen spatten voor de voeten van de visser uiteen. De visser riep met smekende stem. Gouden visje uit de zee, hoor je me daar diep beneden? Vervul mijn vrouw haar grote wens, dan is ze een tevreden mens. Het gouden visje stak zijn kop boven de golven uit en zei, wat wil je vrouw nu weer? Ze wil heersen over hemel en aarde, schreeuwde de visser boven het geraas van de golven uit. Ga naar huis, antwoordde het visje. Je vrouw krijgt wat haar toekomt. En het volgende ogenblik was het gouden visje in de golven verdwenen. De oude visser liep naar huis terug. Hij kon zijn ogen niet geloven. Op de plaats waar het grote kasteel gestaan had, stond het oude hutje van vroeger. Tot zijn verbazing kwam zijn vrouw hem opgewekt tegemoet lopen in haar oude jurk en met een schort voor. Eigenlijk ben ik wel blij dat we ons hutje weer terug hebben, zei ze. Het is hier veel fijner dan in dat grote kasteel. En toen ging ze de was doen in de oude wastobbe. De oude visser knikte blij. Hij was het helemaal met haar eens. De volgende ochtend haalde hij weer zijn net achter het huisje vandaan, kuste zijn vrouw en liep fluitend naar het strand om te gaan vissen. Die avond aten ze gebakken vis met brood. De oude man heeft sindsdien nog veel vis gevangen, maar het gouden visje heeft hij nooit meer gezien. Zijn vrouw mopperde nooit meer als hij een dag niets had gevangen. Misschien dacht ze nog wel eens aan de tijd dat ze koningin was, maar ze praatte er nooit over. En zo woonden de visser en zijn vrouw voor de rest van hun leven heel tevreden in hun kleine hutje bij de zee. Marianne en prins Desir. Er was dus een koning die verliefd was op een mooie prinses. Maar die prinses wilde beslist niets van hem weten. Dat maakte de koning zo bedroefd dat hij om raad ging vragen aan een oude heks. Je moet op de staart van de kat van die prinses trappen, zei de heks tegen de koning. Dan verandert ze wel. De koning ging naar het paleis van de prinses, zocht de kat op en trapte hem op zijn staart. Met een gil ging de kat er vandoor en in zijn plaats verscheen er een reus. Die zei tegen de koning, je hebt de betovering van de prinses verbroken. Nu zal ze met je trouwen, dat staat vast. Maar ik had met haar willen trouwen, daarom neem ik wraak. Jullie zoon zal worden geboren met een neus die heel vreemd zal groeien. En niemand zal hem dat durven vertellen. Pas als hij er zelf achter komt, zal hij gelukkig zijn. De reus verdween en de mooie prinses kwam naar de koning toe. Ze reikte hem haar hand, wat betekende dat ze met hem wilde trouwen. Zo gebeurde het. En een jaar later werd hun zoon geboren die ze Desir noemden. Het kind had een neus die zo lang en scherp was als een vogelsnavel. De tijd verstreek en Desir groeide op tot een jonge man die knap zou zijn geweest als zijn neus niet steeds langer en dunner was geworden. Maar de hovelingen verzekerden het koninklijk paar dat er niets mooiers was dan een lange neus. Ze gingen zelfs zo ver dat ze alleen nog maar personeel met lange neuzen in dienst namen. Daardoor raakte prins Desir eraan gewend altijd mensen met lange neuzen om zich heen te zien. Op zekere dag besloot prins Desir dat het tijd voor hem was geworden om te trouwen. Hij liet portretten komen van alle prinsessen uit de buurt. Hij zocht de mooiste eruit en ging op weg naar het paleis waar ze woonde om aan haar vader te vragen of hij met haar mocht trouwen. Het meisje van zijn keuze heette Marianne. Toen prins Desir bij het paleis was aangekomen, zag hij dat de prinses in werkelijkheid nog mooier was dan op het portret. Alleen haar neus was wat klein. Marianne kwam vriendelijk glimlachend naar hem toe en reikte hem haar hand. Maar op hetzelfde ogenblik verscheen er een reus die haar in zijn armen tilde en dadelijk daarop met prinses en al weer was verdwenen. Prins Desir was wanhopig.
Nu was het meisje waarmee hij had willen trouwen buiten zijn bereik. Maar hij liet het er niet bij zitten. Hij zou haar overal gaan zoeken, net zo lang tot hij haar vond. De prins sprong op zijn paard en galoppeerde weg in de richting waarin de reus met Marianne was verdwenen. Maar hoe hard hij ook reed, hij haalde hen niet meer in. En tot overmaat van ramp verdwaalde hij in het bos. Gelukkig, daar zag hij een lichtje. Hij zou de weg kunnen vragen aan degene die daar woonde. Het lichtje bleek afkomstig uit een kleine hut waarin een oude heks woonde. Ze zette haar bril op toen ze prins Desir zag. Maar haar neus was zo klein dat de bril er steeds afgleed. Wat heb jij een grote neus, zei ze tegen prins Desir. Daar kunnen er wel drie uit. Lange neuzen zijn mooi, korte neuzen zijn lelijk, dacht Desir, want dat was hem altijd geleerd. Maar hij zei het niet. Wilt u mij de weg wijzen, vroeg hij. Ik ben namelijk verdwaald. De heks vertelde hem hoe hij het snelst het bos uit kon komen en prins Desir ging weer op weg. Zijn tocht bracht hem naar vele dorpen en steden. En tenslotte bereikte hij een prachtig paleis, helemaal van kristal. Achter een van de doorzichtige wanden zat Marianne, die dadelijk opsprong toen ze hem zag. Ik kan er niet uit, riep ze treurig. En ze duwde tegen de kristallen wand waarin geen enkele opening te vinden was. Ik kom je halen, maar geef me eerst een kus, zei Desir. En gehoorzaam drukte Marianne haar mond tegen de wand. Maar toen Desir hetzelfde wilde doen, lukte hem dat niet, omdat zijn lange neus hem in de weg zat. Waarom heb ik dan ook zo'n belachelijke neus? Riep Desir wanhopig. En nauwelijks had hij dat gezegd, of het kristallen paleis brak in stuk. Nu je het zelf hebt gemerkt dat je neus niet mooi is, zul je gelukkig worden, klonk de stem van de heks die tussen het kapotte kristal stond. En schenk nooit meer geloof aan vleierij. Marianne en Desir trouwden. En van die dag af werd de neus van Desir steeds een stukje korter. Of leek dat maar zo? De droom van de jonge Tao. In een dorp in China, niet ver van de stad Nankino, woonde eens een arme jonge man die Tao heette. Hij was vrijgevig en goed en stond altijd klaar om anderen te helpen. Niemand had ooit vergeefs een beroep op hem gedaan. Op zekere dag, toen de zon geel gloeiend aan de hemel stond en Tao in de schaduw van een boom op zijn mat lag te slapen, werd hij plotseling op ruwe wijze in zijn slaap gestoord. Verschrikt deed hij zijn ogen open en zag een in het grijs geklede man voor zich staan. Word wakker, meneer Tao, zei de onbekende. De koningin wacht met smart op u. De koningin? Herhaalde Tao verbaasd. Ik ken geen koningin. Maar zij kent u wel, zei de vreemdeling. En ze heeft gevraagd of u dadelijk wilt komen. Tao was opgesprongen. Wie bent u eigenlijk? Ik ken u niet. De ander haalde ongeduldig zijn schouders op. Wat doet dat ertoe? De koningin heeft hulp nodig. En u bent toch meneer Tao, die nooit weigert hulp te geven? Tao knikte. Die ben ik. Goed, ik zal met u meegaan. Maar hoe komen we in de hoofdstad? De man in het grijs keek hem verbaasd aan. U weet toch wel dat de hoofdstad vlakbij is, aan de rand van het dorp? Tao begreep er niets van, maar hij besloot geen vragen meer te stellen en zich nergens meer over te verwonderen. Hij rolde zijn mat op en volgde de onbekende man. Maar dat was merkwaardig. Juist toen hij dacht de laatste huizen van het dorp bereikt te hebben, zag Tao een stad voor zich opdoemen. De huizen stonden dicht opeen en hadden een vreemde vorm die hem vaag bekend voorkwam. De onbekende ging een huis binnen dat groter en mooier was dan alle anderen. Tao volgde hem. In een grote zaal, op een gouden troon, zat een mooie, indrukwekkende vrouw met een schitterende diadeem op haar hoofd. Dank dat u gekomen bent,
fluisterde ze. Mijn rijk is in gevaar en alleen u kunt het redden. Tao maakte een diepe buiging. Het zal mij een eer zijn, majesteit, mompelde hij. Dan zal ik u nu aan mijn dochter voorstellen, zei de koningin zacht. Ik beschouw al mijn onderdanen als mijn kinderen, maar Lotusbloem is mijn oogappel. Toen was het alsof er duizenden gouden belletjes klonken. En er kwam een beeldschoon meisje binnen met een lelieblank gezicht en een waterval van diep zwart haar. Ze ging op een gouden stoel zitten. Maar nauwelijks had ze daar plaatsgenomen of een van de hofdames kwam verschrikt de troonzaal binnen. Het monster, het monster! Riep ze met een stem die oversloeg van angst. De koningin sprong op. Dit, meneer Tao, zei ze, is het onheil waarover ik u gesproken heb. Ik vraag u mijn dochter te redden. Aan haar is de taak een nieuwe hoofdstad te stichten. Maar zonder uw hulp zal ze daar niet in slagen. Wilt u haar in veiligheid brengen? Tao aarzelde even. Toen pakte hij het meisje bij de hand, verliet het paleis door een achteruitgang en snelde door allerlei kronkelige straatjes en steegjes de stad uit. Pas toen ze zijn eigen dorp bereikt hadden, durfde Tao langzamer te gaan lopen. Wat is het hier rustig, zei Lotusbloem. Waar gaat u de nieuwe stad bouwen? Tao keek verbaasd. Een nieuwe stad bouwen? Vroeg hij. Maar dat kan ik niet. Lotusbloem begon te huilen. U bent toch Tao, de redder in nood, klaagde ze. U heeft beloofd mij te redden. Maar ik, begon Tao. En op dat ogenblik werd hij wakker. Hij moest lang geslapen hebben, want de zon stond al laag. Toch hoorde hij nog de klagelijke stem van Lotusbloem. Het leek op zoemen. En ja, daar zag hij in zijn tuin een zwerm bijen die wanhopig rond zijn bloemen vloog. Arme diertjes, dacht Tao, ze hebben geen kast. Ik zal er dadelijk een laten maken. En hij haastte zich naar de timmerman. Waar zou die zwerm bijen toch vandaan gekomen zijn, dacht hij, toen hij een tijd later tot zijn tevredenheid zag dat de bijen hun nieuwe behuizing in bezit namen. Hij liep het dorp uit en zag in een tuin een lege, stille bijenkast staan. Ik heb een vreemde bijenzwerm op bezoek, zei hij tegen de man van wie de tuin was. Wellicht is die van u. Dat is mogelijk, antwoordde de man. Mijn bijen zijn gevlucht. Hij tilde het dak van de bijenkast op en Tao zag er een opgerolde slang in liggen. Het monster uit mijn droom, dacht hij. Dat de bijen u zijn komen opzoeken, betekent dat ze uw bescherming nodig hebben, glimlachte de man. Tao liep terug naar huis. Later liet hij een heleboel bijenkasten in zijn tuin neerzetten en de bijen genoten van het zoete vocht uit de bloemen die er groeiden. Ze gaven Tao zoveel honing dat hij een rijk man werd.